Hallo kijkers. We zijn hier weer bij een of andere Roestava. En dit is namelijk een Roestava korfleg, de knek-knek-knek-knok. Hij heet drie keer knek omdat hij twee platen is. En deze platen symboliseren de groei in roest in Noordpark. En hij heeft kleine voetjes, kijk maar. Ze zijn heel schattig. Daarmee staat hij vastgeneveld in de grond. Je weet niet hoe ver dat daar beneden naar doorloopt. Sommige mensen zeggen wel 4 verdiepingen laag. Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat het heel erg juist is. Hij heeft hier gaten. Want hij is ooit samengekomen tot een boot. En toen zonk de boot. Dat was een tragisch verhaal. Echt heel erg sneu. De kapitein die zonk mee. En hij die heeft hem gered. Niet de 1200 mensen die op die boot zaten. Hem. Want hij wist, roestavisme is belangrijk en kan niet zonder deze guy. Roestava korfleg, de knek, 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 knok. En vervolgens heeft hij hem wel gered, maar de kapitein is verder wel verdronken. Want ja, tering, zwaar ding. Probeer dit maar eens gewoon even uit een boot te schrapen met je bare hands. Terwijl je verdrinkt. En dan naar boven gooien van onder water uit. Gewoon op het land. En toen kwam die hier. En ja, dit is gewoon de schade die op is gelopen doordat de boot verongelukt is. Ik denk ergens 1800. Die kapitein, zeer goede kerel, admiraal Jansen Henk Jansen Henk Henk Jansen. Admiraal Jansen Henk Jansen Henk Henk Jansen. Ja, dit is goed voor de groei.